We zijn in de Waardeloosstraat in Breda. We realiseren hier 28 appartementen, nieuwbouw, van ieders twee gebouwen van 14 stuks. Er waren eerst twee schoolgebouwen eigenlijk op dit gebied. Daar hebben ze eigenlijk van tevoren gesloopt. Wij zouden eigenlijk start beginnen in begin februari. Maar door meer asbestsanering eigenlijk dat er eigenlijk in het gebouw was onderzocht, is pas de start geweest op 15 maart. Samenwerking met Marie is eigenlijk heel goed. Ik heb hiervoor ook al met Marie samengewerkt op Hindermerpoort, maar toen nog als timmerman zijnde. En nu mocht ik samen met Marie eigenlijk hier de uitvoering doen en deze twee mooie gebouwen realiseren. En ja, het is heel leerzaam om toch met een hele ervaren uitvoerder om dit te mogen doen. De sanering is gereed, de riolering, het schrijven is al erin gemaakt. Nu wachten we eigenlijk op stadswarming van N natuurlijk. En als die gereed is, ja, dan gaan we volle kracht vooruit en proberen we begin volgend jaar alles op te leveren. Zie je nog een uitdaging in het project Mari? Ja, hier hebben we nog wel een uitdaging voor het metselverband. We hebben hier een Vlaams metselverband met terugliggende koppen. Ja, dat is toch wel even een heel goed aandachtspunt om een goed metselbedrijf dit te laten maken. Voor mij is het project geslaagd. Als op het eind de opdrachtgever tevreden is en dat alle punten allemaal netjes zijn. En dat het personeel wat hierheen moet komen, dat die ook met veel plezier hierheen komt. Dat ze gewoon fijn kunnen werken en dat we het gewoon met z'n allen een mooie bouw kunnen maken.